Moerdijk is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Maar wat voor burgemeester past bij Moerdijk? Welke eigenschappen moet hij of zij hebben? Dat vroeg de gemeenteraad aan onze inwoners. Wij als inwoners zoeken een sociale en betrokken burgemeester. Die handelt naar wat er speelt in de samenleving. Iemand die te vertrouwen is, open en transparant is en burgemeester is voor alle Moerdijkers. Wij, ambtenaren van de gemeente Moerdijk, kijken uit naar een open en transparante burgemeester. Het liefst zien wij een ervaren bestuurder die makkelijk te benaderen en betrokken is, maar ook daadkrachtig. De ondernemers zien logischerwijs graag een ondernemende burgemeester. Een echte netwerker die ervaring heeft met ondernemen en die partijen betrekt bij het maken van beleid. Een persoon die van nature mensen verbindt en ook daadkrachtig is. Wat de verenigingen betreft is de burgemeester iemand die makkelijk te benaderen is en die aanzet tot samenwerken. Met andere woorden, een burgemeester die samenwerkt aan vertrouwen, empathisch is en open is. Als college zoeken wij een burgemeester die de kansen ziet en benut voor Moerdijk, ook regionaal. Een burgemeester die met ons wethouders strategisch meedenkt en de verbinding behoudt en versterkt met de gemeenteraad. De gemeenteraad van Moerdijk zoekt eigenlijk een burgemeester die van alle markten thuis is. De belangrijkste termen zijn voor de raad verbindend en daadkrachtig. Moerdijk heeft alles, zowel het stadse als het dorpse. Grote en kleine kernen, natuur, recreatie en industrie. Wij zoeken een burgemeester die goed kan omgaan met deze uitersten. Durft u de uitdaging aan?